Wat een geluid. Dames en heren. We hebben vandaag weer een vrijdagmiddagborrelachtig iets. Het is alleen geen vrijdag. Als ik uitzend is het ook geen vrijdag. En ik heb geen goudgele rakker. Maar een glaasje water deze keer. Ik had bedacht om een goed werkend concept eens even te veranderen. Ik dacht, als deze kerstboom is opgezet, eindigt deze video. Klaar of niet? Of ja, feitelijk gezien ben ik dan wel sowieso klaar, maar ik ga eerst even hier de gordijn nog aan de andere kant ook dicht doen. Ik dacht dat zou wel gaan, maar toch niet. Oh, nou heb ik één tactisch foutje gemaakt. In ogenblik geduld alstublieft. Ik had deze nog moeten hebben. Want het ding is namelijk, hier komt die kerstboom te staan. En dan gaan we dadelijk... Hier staat al mijn laptop. Alleen daar in die hoek, daar zit de stroom. Alleen als hier de kerstboom staat, moet ik dus iedere keer om die stekker erin te steken. Helemaal onder de kerstboom door gaan liggen schavelen. Daar heb ik geen zin in. Dus dan steek ik dit ding daar in het stopcontact. Leg ik hier onder het bureau of zo. En dan hoop ik dat dat ook werkt. Het enige is, daar ben ik beneden wel mijn verlengkabel kwijt. Maar ja, dat moet maar even zo. Ik had eerst bedacht, ik zet hem hier neer. Denk misschien was het hier kaal in die hoek. Kom, daar staat normaal een stoel. Maar die heb ik nou even daar neergezet, want ik heb je net gestofzuigd. Had je die dan niet even terug kunnen zetten? Voor de opname. Had ik kunnen doen, heb ik niet gedaan. En dat heeft ook een reden. Want ik voorzie dat ik dadelijk hier nog wel een keer moet stofzuigen. Ik ga even deze dingetjes eronder zetten. Dan staat hij iets hoger, dat is mooier denk ik. Over die kerstboom, dat is misschien wel aardig om te vertellen. Dit is ook de enige kerstboom die ik opzet in huis. In de woonkamer, dat doe ik dat niet. Ik heb trouwens ook maar één kerstboom. Maar... Ik heb nou trouwens in twee bakken staan, net had ik ze langs elkaar staan. Maar... Beneden, zeg maar, in de woonkamer, dat vind ik altijd een beetje nutteloos werk om een kerstboom op te zetten. Ook al had ik er twee gehad, had ik dat nog niet gedaan. Want, daar heb ik dan zoiets. Dan ga je kerstboom opzetten en dan kun je hem na een maand kun je hem weer opruimen. Want praktisch gezien staat hij eigenlijk een beetje van 6 december tot 6 januari. Ja, daar is het dan. Dit even proberen of je niet heel irritant in de weg zit. En wat wel aardig is om te vertellen misschien. Ik had de kerstboom dus al jaren niet meer opgebouwd. Vorig jaar heb ik hem opgebouwd. Wel, dat moest van iemand. Ja, moest. Ik zei, je moet een kerstboom zetten. Rietje, als je kijkt. En dus ik een kerstboom gezet. Ik de ding weer opgeruimd in januari. Hè. En heb ik hem daar in de hoek neergegooid. Daar zo. Daar beneden voor... Ah, je ziet er niks van. Maar... Daar beneden voor de scherm. Ik die kerstboom daar neergegooid. En toen heeft hij daar gelegen tot ik begon met die vrijdagmiddagborrels video's. Toen heb ik die stoel er neergezet.
die nou daar staat. En toen heb ik hem... let niet op de rommel, doe ik ook niet. Heb ik hem zeg maar ongeveer daar neergegooid. En daar is hij eigenlijk ook gewoon blijven liggen tot nu. Dan had ik in, wat was het? Juli dacht ik. Wel even zo'n momentje van, ja, zal ik hem niet eens een keer opruimen? Maar ja, toen had ik zoiets, hij heeft er nou al langer gelegen dan hij nog moet liggen tot ik hem weer nodig heb. Dus ja, dan kan ik hem net zo goed laten liggen. Dit doosje, dat stond er ook nog gewoon op het andere bureau op. Dat is misschien ook wel leuk om te vertellen. Dit ding, daar heb ik een keer, toen was ik chauffeur en die heb ik gekocht. Ergens bij een kwaliteitswinkel in België. En daar had ik een stukje karton. Had ik gepakt en die had ik zo op het dashboard zo in die bekerhouder gezet. Dat was kei mooi. Ik heb mijn kamerooi. En goed, wel deze. Oh. Zou hier enigszins iets mee van doen kunnen hebben? Voor degene die zich afvragen waarom ik zo de helft van de tijd trouwens op camera zit te kijken, doe ik mijn reden, want het gaat er vooral uit dat hij een beetje fatsoenlijk uitziet op video. Dat hij er van die kant mooi uitziet, dat van deze kant tegenaan kijkt, dat interesseert me niet zo heel veel. Of die, Marietje. Omdat de kerst tegenwoordig meer draait om de commercie en het krijgen of in stand houden van obesitas, presenteer ik u Tobesitas, een samenvoeging van tabakkie en obesitas. Daarin ga ik voorafgaand aan de kerst 7 eetvideo's uitzenden. Ben ik benieuwd of dat zo blijft hangen. Dat er over een half uur gewoon eraf komt. Dan ga ik heel even gauw kijken op zolder, want ik sta niet bij dat ik daar nog meer kerstpalladium heb. Nou, ik had nog iets meer, ja. Ik heb nog één kerstmuts. Dat was eigenlijk wel nog boven lag een kerstpalladium. Maar ik had ook dit nog. Misschien is dit grappig. Om die hier zo her en der, daar zie je niks van, gewoon in de kerstboom te steken. Dan ga ik die even daar neerhangen. En deze die haal ik er af, want hier staat niks op en op die staat op de achterkant reclame. Kijk, zo heb ik hem meestal staan. Ja, dat mag wel zo, denk ik. Oh, by the way, we gaan de jaar obesitas doen. Een combinatie tussen tabakkie en obesitas. Om de kerst vooral draait om je dikke nek vol te douwen. Gaan we de dagen voorafgaand aan kerst 7 eetvideo's uitzenden. Tenminste, als ik het afkrijg. Ja, dan ga ik hem afronden, denk ik. Ik moet hier nog even stofzuigen, dus ik ben eigenlijk feitelijk gezien nog niet helemaal klaar, maar daar zien jullie eigenlijk toch niks van. Dus ja, zal ik dan het goed fatsoen maar even hier gaan zitten. En mijn glas leeg drinken. Welkom op de Tabakkie Oudjaarsconferentie Adventkalender. We openen hier iedere week een vakje
Dan krijg je al een klein hapje uit de show. En op 31 december, 8:30, krijg je alle vakjes als een aanval van acute obesitas over je heen. Kan je één ding vertellen? Kinderen die komen tegenwoordig niet meer met de ooievaar. Tegenwoordig maakt iedereen die zelf. En het is dus waarschijnlijk ook niet echt een wonder dat je zwanger geworden bent. Kom dat zien. Markeer het met de medium stil in je agenda. Oudejaarsavond, 8:30. Cancel al je afspraken, want dit wordt groot.